Nou, als het goed is, zijn we er. Het is een soort van pretparkdorpje hier. Het zijn echt hele schattige huisjes, zijn het allemaal. Ja, echt met hobbithuisjes. Ja, precies. Dus we gaan nu op zoek of we, nou ja, of we erin kunnen. Want ze zijn misschien niet thuis, maar we konden er wel in, zeiden ze. Dus ja, we gaan het zien. We zijn er. En we dachten dat het nog eentje verder was. Maar er kwamen al honden ons helemaal bezoeken. Dus dat is denk ik onze buurman ook. Die zei dat het hier is. Nou, het is gewoon open. Dus ja, kijk wel even. Nou, dit is zo, het ruikt hier naar sauna. Naar... Ah, het ruikt echt heel lekker. En het ziet er ook uit een beetje als sauna. Maar ook een beetje als een museum. Want er zijn heel veel spullen. En het is heel overzichtelijk. Want het is niet zo heel groot. Maar goed. Groot genoeg. Moet je die honden zien. Ze liggen op elkaar echt. What? Direct een nieuwe BFF. En we zitten hier in een wolk. Dus alle nevel komt onze kant op. Ja, zie je er geen ruk van. Oh, het is wel zo. Het is niet super zonnig hier in ieder geval. Nee, het kan zonniger. Ja, maar dat heeft ook te maken, denk ik. Het is vandaag heel slecht weer, heel bewolkt. Het regent dus zelfs een beetje. Dus ja, dan is het, de centrale is dan gewoon minder goed bereikbaar. Goedemorgen. Daar staan hondjes aan het hek. We worden al heel blij begroet de hele tijd. En waar we ook zijn, John sport iedere ochtend. Ik wilde zeggen bij, maar dat is niet waar, want ik doe dat niet. Ik doe dat gewoon ergens random overdag een keer tussendoor. Maar wij gaan vandaag waarschijnlijk... Kijk, daar zijn hondjes. Waarschijnlijk wandelen. Maar misschien ook niet. Kijken. Hé, hey, goedemorgen. Hoi. Hm. Hey, jongens. Hé, hey, onze huiskat. Nou ja, anyway. Wij gaan waarschijnlijk wandelen bij een... Ja, een grote wandelroute. Maar ook dat moeten we nog even kijken. En we hebben nog steeds geen internet en dingen. Dus dat is, ja, ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd wel heel lekker. Dus ik zit nu al de hele ochtend te lezen. Het is nu een uur of 7:15 zo, denk ik. En ja, wij gaan zien wat we vandaag doen. En wel even op zoek naar internet, want dat is wel even nodig voor meal. Maar wij genieten. Ja, nogmaals goedemorgen. We zijn nog steeds op Tenerife. Het is echt nog maar een dag verder. En het lijkt alsof het hier weer in Malta tafereelen zijn. Jeanette zit in de trui en heeft een elektrische kachel aan, omdat het wat fris is. Nou, het zijn gewoon dikke muren hier in het huis. En dat is gewoon fris. Dus. Okay. En zo is het wel goed opgelost. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is echt heel Malta-achtig in ons huis. Het is steenkoud namelijk. Ja, hier buiten ook wel trouwens. Ja, het is nu ook niet heel warm. Maar hier is wel, het is hier warmer dan in huis. Dus nu gaan we ook echt weg. Omdat ik direct weer heel veel last van mijn lijf heb. Net als wat toen in Malta ook was. En nou ja, nu gaan we gewoon even op zoek naar, ja, naar de zon eigenlijk. En, ja, als we 10 minuten afdalen is het gewoon echt 10 graden warmer. Ja, nou en dat scheelt nogal wat. Dus ik loop hier letterlijk met kippenvel op mijn hele lijf. En ja, we gaan even kijken wat we beneden gaan doen. Maar als het er maar warm is. Ja. Goedemiddag. Wij zijn bij een zee. Nou, het is eigenlijk hetzelfde als alles. Maar we waren op zoek naar de zon. Die hebben we niet gevonden. En als je naar omhoog kijkt, kun je waarschijnlijk niet zien. Nee, zag echt kut. Maar als je omhoog kijkt, dan is het helemaal vol met wolken. Gewoon bewolken we zelf. Ja. Maar hierachter hebben we ik geklauterd en John die lag op de grond alsof hij dood was met zijn nek gebroken. Maar hij lag op zijn panden, vond hij. Ik was aan het uitrusten. En heel veel krabben gezien. Nou, dat was leuk. En nu gaan we op zoek naar een zandbar. Dus ja, dat, oh, en dat komt omdat we dus de kou ontvluchten thuis. Want we hebben niet zo zin om alweer in de kou te gaan zitten. Dus we gaan nu eerst... Een beetje sneeuw op een eiland waar het al 25 graden is. Maar... Ja. Dus nu eerst op zoek naar onze sappies en dan kijken we wel weer verder. Oké, okay, wij zijn in een shoppingmall. Want wat vinden wij nu leuker dan lekker shoppen? En ondertussen zijn wij ook... We hebben twee meiden op de ene cup staan. Jessica en Iris. Dus we moeten ook op plek zijn met internet. Want dan kunnen we ze bijhouden. En Chantal is mee, Mieke is mee. Dat is onze cameraman. Dus, en ze hebben allebei net first call-out gehad op de wedstrijd. Dus het is een hele mooie dag. En ja, wij gingen eens lekker shoppen. Ja. Daar hebben we heel veel zin in. Vooral een sapje drinken toch? Ja, eigenlijk wel niet dan.
zijn er nu ongeveer een minuut, twee. Ja. Nou, we hebben ze alweer gezien. We houden gewoon iets van shoppen. Dus we hebben ook natuurlijk helemaal geen spullen nodig. En ja, een winkelcentrum is eigenlijk gewoon een winkelcentrum, ook hier. Ja. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En wij zijn onderweg naar huis nummer 2. Nee, nummer 4. De Jurt. En we hebben de afgelopen dagen in dat berghuis weinig zon gehad. Veel bewolking. We zaten in de wolk de hele tijd. En vanochtend was het heel erg lekker weer. Dus wij vonden het al helemaal geniaal voor de Jurt. Want dan is het daar ook lekker weer. Maar nu rijden we. Ja, nu rijden we een beetje weer. Meter weg vervolgen naar Calica Bellania. Dus, nu rijden we een beetje richting de open lucht weer. Maar we reden nu echt net kats de wolken weer in. Dus we gaan kijken wat het is. We hopen vooral dat het warm is. Daar zijn we alweer aan toe. We zijn er. Maar we gaan ook even weg. Want wij hadden afgesproken een paar weken geleden dat we daar rond 3 uur zouden zijn. Nou, en eergisteren besloten we gaan er gewoon eerder heen omdat het zo koud was bij het andere huis. En dus troffen we net een man, ik weet echt niet zijn naam, maar een Belg. En die doet daar al de schoonmaak en zo. En dus we hebben al een kleine tour gehad, maar hij moest nog kuizen, vegen. En alle dingen bijwerken. Dus we gaan nu even boodschappen doen en gaan we weer terug. We zitten wel precies onder de wolk, dus we hebben niet onze zon die we hoopten. Maar we gaan het eens even bekijken. En pap en mam, wij hebben al het een en ander gevraagd aan zo'n jurt. Niet aan de jurt, maar over de jurt. Het is niet ideaal voor in Nederland. Maar daar gaan we natuurlijk nog veel meer uitleg over geven straks tijdens Skype. Wat ook niet heel goed werkte, vertelt die kerel. Maar dat zien we dan ook wel weer. Tot zo.